Koen en Sander Show. Kale mannen van Nederland. Er is namelijk een nieuwe trend. De stoppeltattoo. Ja. Het is precies wat je denkt dat het is. Op je koppie, dan krijg je eigenlijk wat je op je, zeg maar, sommige, dat heet dan op je gezicht, heet dat de 5 o'clock shadow. Dat je zo'n beetje, nou, wat jij nu ook hebt, zo'n beetje de club wat stoppeltjes hebt. Nou, dat kan je dan op je kale koppie laten tatoeëren. Dan lijkt het tenminste nog wat. Ja. Dat is de, volgens mij de achterliggende gedachte. Ja. En als je bijvoorbeeld een terugtrekkende haargrens hebt, dan kun je aan de voorkant kun je daar wat bij tatoeëren. En dan vormt het toch één geheel. Ja, ik heb foto's gezien. Ik dacht eerst, was ik heel sceptisch, maar toen ik de foto's zag, dacht ik, nou ja, ja, ik snap dan wel dat je het doet. Maar tegelijkertijd lijkt het me ook rete spannend om nou het ja, te doen. Maar ik denk, ja, of je nou stoppeltjes of geen stoppeltje, je bent kaal. Ja, er valt in beide gevallen niks te kammen. Nee, maar ja, dan heb je toch nog een soort van beschermend laagje. Ja, nou ja, ik weet niet. Ja. We hebben Ralf aan de lijn. Hij is van de Tattoo Bob. En Tattoo Bob, de eerste die het doet in Nederland. Ralf, goedenavond. Goedenavond met de stoppeldokter. Ja, dag stoppeldokter. Hallo. Hoi, goedenavond. Doen veel mannen dat, Ralf, al? Ja, het is gekkenhuis. Ja, en het is, je ziet het gewoon niet. Dat in het begin iedereen denkt van, ja, wat een onzin. Je lijkt wel een wonderdokter. Maar een andere persoon die gewoon voorbij wandelt en die heeft zijn hoofd helemaal gedaan, dan kan je dat niet zien. Maar dan heb je stoppeltjes op je hoofd. Maar wat ik net zei, dan ben je nog steeds toch kaal eigenlijk. Je bent nog steeds kaal. Maar als je dus altijd je geschoren look wil houden. Dus laat ik zeggen, je hebt bijvoorbeeld een hele grote middenstip. Of je, net als Alberto Tam. Of je bent helemaal kaal. Dan kun je een hele mooie geschoren look maken. Dus een hele mooie haarlijn. En een andere persoon die gaat dat even never nooit zien. En dan voel je misschien beter, ja. Meer beschut. Ja, meer beschut, ja, eigenlijk. Ja, het blijft natuurlijk net zo lang dat je kaal, het is gewoon kaal. Maar ja, een haarzakje is altijd blauw-grijs eigenlijk. En die kleur, we hebben een speciale inkt ervoor, dat blijft altijd precies die kleur. Met een speciale kleine naald. En dan, ja, je moet alleen even een tijdje in de stoel zitten, maar je bent overal vanaf. Hey, en doet het pijn? Een tatoeage laten zetten is nooit fijn natuurlijk, maar op je hoofdhuid, hoe voelt dat aan? Nee, daar voel je helemaal niks van. Het zijn allemaal hele kleine speldenprikjes, alleen ja, het zijn duizenden prikjes, dus je moet echt even de tijd hebben. Hoe lang duurt het? Nou, je bent wel even een paar uur onder de pan hoor. Als je echt, net, als je echt een kale kopje hebt, een biljartbal. Alleen je moet de zijkant van je hoofd natuurlijk wel altijd, dus waar je haar groeit, moet je altijd wel kort houden. Anders ben je een soort lambiek als je dat mag. Ja. Dus nee, het is echt een oplossing. Ja. En is het een leuke tattoo om te zetten? Want ik denk, jij hebt ook liever een anker met mama erop, denk ik, toch? Ja, die heb ik toevallig zelf ook. Ja, nee, ik heb tegenwoordig ook een tattoo. Eerst niet, maar nu wel. Nee, het is natuurlijk wel, het is heel langdradig. En het zijn natuurlijk allemaal stipjes. En toch is het heel goed, je moet heel geconcentreerd blijven. Want het is niet zo even dat je de eerste beste shop binnenwandelt en dat je zegt, doe mij even mijn hoofd vol met stoppels. Want dan kan het helemaal fout gaan. Dan kan het uitvlekken of dan kan het lelijk worden. Dus je moet echt continu geconcentreerd blijven om die, echt die stipjes continu precies op de juiste diepte erin te plaatsen. Dus ja, het lijkt mij, ik krijg er een punthoofd van. Het lijkt mij wel heel eng, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb geen kale kop, maar als je het laat doen, dan zou ik echt bang zijn dat het misgaat en dat je voor de rest van je leven een pet op moet zetten. Nee, ik doe het tegenwoordig bij de mensen, bied ik gewoon een gratis proefstukje aan. Dus als achter in de haargrens, om ze dan vertrouwen te geven, dan kunnen ze gewoon terecht en dan zeg ik, nou, dan doe ik er een x-aantal stipjes tussen. Vind je het niks, dan ben je de rest van je leven, dan zie je dat niet, want achter in je haargrens blijven altijd je haren groeien, laag. Nou, dan kan je er een beetje aan wennen. En gisteren had ik een man die wilde het in zijn baard hebben. Steeds meer. Ik heb vandaag een mailtje van een barbershop. Ik weet niet welke. En die vroeg van, ik heb een beetje onregelmatige haargroei. Of een baardgroei. Ja, en die stond zelf in zo'n barbershop waar ze dat allemaal doen, hè, die baarden. Ik zei, ja, dat kan ook. Een stoppel is een stoppel. Of dat nou op je baard zit of onder je oksel of op je hoofd. Maar jij als tatoeëerder, trek jij ergens een grens? We hebben natuurlijk allemaal het verhaal van, dat was dat Belgische meisje, ja, toch? Met die de sterren in haar gezicht liet tatoeëren. Ja, dat zijn, ja, dat zijn echt excessen zijn dan. Ja, maar liever rondjes in je gezicht. Ja, dat is bizar. Nee, kijk, vroeger in mijn vaders tijd, in Bobse tijd, toen was het natuurlijk in die zeelui, met al die zeelui, toen deden ze allemaal heel veel gekke dingen. Dan maakt het niet uit. Maar tegenwoordig komt het gewoon eigenlijk zelden voor. Bijvoorbeeld racistische dingen doen we niet. En geen dolfijntjes op de neus of wat dan ook, of op de voorhoofd. Dat zijn allemaal, als je iets in het gezicht doet, is het permanente make-up. Bijvoorbeeld wenkbrauw of eyelines. En dan nu de haartato. Dan hebben de mannen ook wat. Die zeggen, ja, de vrouwen doen van alles. Borstvergroting en lippen opspuiten. Laat ons ook wat doen. Hey, ik was wel een beetje verbaasd over de prijs, moet ik eerlijk zeggen, Ralf. Ja, maar je bent wel even bezig, hè? Het kost tussen de 600 en 2200 ekkies. Ja, maar dan ben je gewoon, dan ben je lang onder de pannen. Maar ja, dan hoef je geen kruik meer te kopen. Dan hoef je ook niet meer haar te implanteren. Ja. Ja. Dus, ik weet niet, kan ik bij je beginnen?
Of heb je genoeg haar? Nou ja, ik heb nog wel genoeg haar, ja. Maar ja, misschien maar... hebben we iemand op de redactie die interesse heeft. Ja, dan kan je kijken hoe het staat. Of borsthaar, dat kan ja. ook. Heb je ook rode stippels? Kom maar langs, ik stippel je allemaal onder. Ik wil jou zonder stippen. Maar voor Koen kan je wel over 2 jaar een afspraak maken. Hij is ja, dat rustig. Kan hoor. Even rustig. Hartstikke ja. leuk, man. Ik vind het leuk, dat kan toch? Ja, ja, nee, ja. Als mensen ermee geholpen zijn, is het natuurlijk hartstikke goed. Maar moet wel, een pruik is ook heel duur, hoor. Ja. Ja, maar wat denk je van het haar implanteren? Nou, dat is helemaal duur. Wat ze allemaal doen met dat je dat moet laten implanteren als soort grasmat. En dat valt dan weer uit en dan moet je weer terug. En dan we blijven jaren bezig. Ja. Nou, nee, dit is gewoon 1 of 2 ja. sessies en dan het beste dan is gewoon een klaar. Stuk van je scrotum over je hoofd trekken. Dat kan ook. Dat mensen daarvoor komen. Dat ze vragen, wil je zoiets maar jongens, ja. met een goede kale biljartbal is op zich ook niks mis, toch? Dat is charmant. Ja, dat vind ik ook. Ja. Dat vind ik hartstikke leuk uitzien. Heb jij wel eens een geslachtsdeel getatoeëerd? Een geslachtsdeel getatoeëerd? Ja? Ja, dat hebben we wel eens. Dat werd heel vroeger gedaan, als ik zeg, in de zeemanstijd. Dan kwamen onder dat soort bizarre dingen wel voor. Nee, ik moet trouwens zeggen, nou je het toch over die gekke dingen hebt, dat is wel waar. Pas geleden kwam er een jongen of een vrouw die belde op en die zei ik wil graag dat mijn man op de geslachtsdeel een naam wil laten tatoeëren van mij. Ik zei, nou ja, ik zei, dat kan, maar dan moet je nog steeds zelf langskomen. Ja, ze belde, dus ik zei, nou, hoe moet je langskomen? Ze stond weer in de zaak met de man. Nou, en hij moest en hij zou de naam van haar dan helemaal over ze... Nou, over zijn penis, laat ik het zo zeggen, tatoeëren. En nou, zo heet dat ding, hè? Ja. Ja, zo heet dat ding. Het is wel heel apart, hè, dat dat gebeurt. Nou, dat kan. En wat denk je, echt 2-3 weken later stond hij weer aan de balie. Ik zeg, dat gaat het toch niet mee? En hij zei, ja, het moet eraf. Hij zei, het kan me niet schelen hoe je het doet, maar het moet eraf. Hij zet er maar wat overheen. Dus ik heb nou een soort van tribal helemaal eroverheen getatoeëerd. Dat is een soort van soort olifant geworden eigenlijk. Ik dacht, je bent nu een mop aan het tappen. Nee, dit zijn serieuze dingen. Dat komt zelf niet voor, maar het is echt waar. Nee. Ja. Ja, dat is echt waar. Ja, die gozer zegt, die naam die moet eraf. Ja, mijn vriendin dat wil... ding in mijn handen houden. Ja, dat gebeurt toch. Nou, ik kan hem niet tatoeëren. Ik wilde Koens naam ook op mijn geslachtsdeel. Ik heb de C in de ogen gered. Ja, ik weet niet of ik zoveel kleine naaltjes heb. Ja. Hey Ralf, dankjewel hè. Succes. Hoi. De Koen en Sander Show.